pakken. Absoluut. Want Go Ahead heeft ook een hele nare groep, hoor. Kijk, bij elke groep, elke club heb je bijna wel een harde kern. Ja, natuurlijk. Maar bij Go Ahead zijn ze ook heel actief, hè? Ja. Maar dit, Wim... Bij Utrecht ook. He? Bij Utrecht ook. Ja, maar bij welke club niet? Nee, maar bij Utrecht, neem me nou niet kwalijk, zeg. Maar nee. Die Martens, die... Je gaat nu de scheidsrechter even 25 vieren. Minuten gestaakt, René, omdat ze met plastic... Aanstekers en bekers bier. Bier. Ja. En dan denk ik, meneer Martens, ben jij nooit bij een concert van Normaal geweest? Daar hebben ze 40 jaar met bier gegooid. En als het, ja, maar... niet erger wordt dan met bier gooien... en hij had wel rempel één weggooien aansteken. Eén, kijk eens, want dat is een gevaarlijk ding, zeg. Dit hij moest ook... even een voorbeeld stellen, een statement. Dit stukje is toch heel pijnlijk dat hij dat gaat vragen... Ja, maar die spelers zagen het toch helemaal niet zitten. Die denken, dat hebben we iedere week hier. Wat kom jij hier doen? We kunnen toch wel gewoon, als de wedstrijden zijn... zoals bijvoorbeeld Go Ahead Zwolle, maar ook Utrecht Feyenoord... weet je wel, dat je weet dat er eventueel iets zou kunnen gebeuren... dat we Ellie Lust dan... Ellie? Ja. Aanstellen om de boel onder controle te houden. Maar je bedoelt... Nou, als Ellie ze toespreekt, zijn ze muisstil. Maar een beetje zoals Ellie het zo toe deed. Spijkers met koppen slaan, ja. Natuurlijk, hè? Ja. Zitten we nou te kijken. Nee, die moeten ze bij de KNVB aantrekken. Ja. Ja. Maar Wim die Martens, gaat hij nou iets te veel in zichzelf geloven? Die denkt, ik ga een voorbeeld stellen. Jawel, maar een aansteker, kom op. Ja. Nee, maar hoe vaak gebeurt het niet? En ik vond het mooiste die reactie van Willem Jansen. Die is toch ook een wegwerp aansteker? Toch niet, je kan toch niet die wedstrijd stilleggen, joh. En dan wordt het toch alleen maar erger uiteindelijk. Ja. Het wordt alleen maar erger, dan gaan ze er nog meer gooien. Nee, ja. Die Martens, Wim, weet je wanneer die... Weet je wanneer die Martens een wedstrijd stil moet leggen? Hm? Als er racistische dingen geroepen worden. Maar dat laten ze altijd doorgaan, want dan branden ze hun vingers niet aan. Ja, dat vind ik een reden om in te grijpen. Maar niet bier. Er zitten van die plastic bekertjes, daar kan niks mee gebeuren. En een aanstekertje. Nou, ik hoop ook dat hij op zijn vingers getikt wordt. Hij moet nu de eerste divisie Maar leg het toch even uit, joh. Want er komt meer bij kijken. Ik vind dat je het vak onderschat van scheidsrechten. Daar komt hij. We hebben als het ware een aantal waarschuwingen afgegeven. De eerste keer dat de bier werd gegooid, hebben we het laten omroepen. De tweede keer nadat er weer massaal publiek bier aan het gooien was, zijn we naar de zijkant gegaan om nog een duidelijker statement te maken. En de derde keer werd er niet alleen met glazen bier gegooid, maar zelfs met aanstekers. En ja, ik heb er eentje meegekregen van op het veld. Ja, en dat was grensoverschrijdend. Als er één glas bier wordt gegooid, kan ik natuurlijk niet goed praten. Maar dan zit er nog een opbouw in. Dus daarvoor hebben we ook laten omroepen dat we het niet willen hebben. Als het daarna nog erger wordt, dan moeten we ergens weer een streep trekken. En dat is gebeurd op het moment dat zelfs aanstekers bij kwamen. Want anders, als we er niks aan doen, waar eindigt het dan? Ja, dan loopt het uit. Nee, wat die zeggen is niet waar. Want... Kruisraketten. Dat ene glas bier, dat is het begin. Ja. En daarna begint de opbouw. Ja, het wordt steeds erger. Dat werkt als een rode lap op een stier. Ja. Koeien. Als hij daarna gaat lopen. Maar die man snapt er helemaal niets van. Die weet niet wat zijn taak is. Die overschat zichzelf. Kortom, niet geschikt voor toch die kreeg niveau. Hij kreeg gelijk van... Weet je, Van Egmond van voren? Ja, maar Van Egmond was niet zo blij met zijn optreden... als het ging om die penalty of de doelpunt dat hij afkeurde met die hensbal. Nee, maar hij vond wel dat hij juist had gehandeld... door die wedstrijd een half uur stil te leggen. Ja, ja. Die Van Egmond die gaat achter die jonge jongen staan. Maar dit moment wordt er nu wel nagedragen. Want Wiedema heeft gezegd, ja, dit heeft hij toch niet goed gezien... samen met zijn assistent. Het was niet opzettelijk eens, nee. Toch? Dat uiteindelijk... Ja, dat weten we niet. Mag ik hier wat aan toevoegen? Nou, dat zou je anders er ook wel hebben gedaan. Dus ja, doe het nou maar. Nou, het was niet opzettelijk... Maar doordat hij die bal tegen zijn arm kreeg... viel die wel voor de voeten van een Utrecht-speler. Ja, niet met de intentie om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en dat... ik ben toch bang dat ik ook gefloten had. Ja, het is onbewust in deze situatie. En het verhaal was toch dat we voor deze seizoen hebben gehoord... Jawel, maar je hebt voordeel. Je kunt scoren door middel van een hensbal. Ja, eigenlijk snapt niemand het meer. Nee, dat is het grote probleem. Dat is het hele verhaal. Ja. Dus dan is het altijd goed. Dat Roger Smeet dit niet snapt. Nee. Maar die heeft het heel veel... Jawel, die had die scheidsrechter gewisseld. Ja. Kan dat over? Ja, dat kan. Okay. Hij wel. Bij hem wel, ja. Dan doet hij er wat frisse energie in. Nou, ik vind wel dat hij nu door moet gaan.
Hij moet nu niet stoppen. Na een half uur al gaan wisselen. Ja, gewoon. Iedereen dan na een half uur uithalen. Gewoon. Consequent de beste spelers wisselen. Consequent de beste spelers eruit halen. En dan die domme kracht uit Brazilië erin. Die helemaal niks kan. Nee. Met die vierkante kop. Die Vinicius bedoel je? Ja. Ja. Of die Ramalho? Ja, die spits. Die kan er helemaal niks van. Die Vinicius, ja. Ja, nee, die kan er niet zo heel veel. Die stond niet voor niks reserve bij Benfica. Maar ik vind het toch even raar. Want als dus de scheidsrechtersbaas of de assistent ervan zegt... het had niet gemogen, het had een doelpunt moeten zijn... wat gewoon 2 punten kost voor Utrecht dit, hè, voor de duidelijkheid. En jij zegt nu toch weer van nee, dat handje... Maar kijk, dit is interpretatie scheidsrechter, het gevoel. Ik vind het raar als je door een hensbal eigenlijk in een scoringskans komt. Dat is onrechtvaardig ten opzichte van RKC. Ja, maar die regel was net weer veranderd. Nou, hij legt het toch nog even uit zelf waarom hij het gedaan heeft. Je ziet hem echt nog de beweging maken. En zoals je net zelf al aangaf, de onderarm zie je hem echt dat hij de bal doorspeelt en daardoor zijn tegenstander in scoringspositie brengt. Dus dan wordt het een bewuste hensbal. U zegt, je ziet hem de beweging maken. Ja. Dat doet hij natuurlijk verre van bewust, maar dat maakt allemaal niks uit. Nou, daar zit wel een afweging in. En de VAR gaf tegen me aan van, het is een bewuste hensbal. En daar kan ik hem wel aan volgen. Hier gaan we nog veel plezier van. Nou, en de VAR was... Dit was toch geen bewuste hensbal? Nee, maar ik raad deze man aan, René, evenals onze collega Omzicht, om eens 3 maandjes rust te nemen. Ja, dit is toch geen... En de VAR was Robin Gansner. Dat is een bekende. Dat is een hele bekende. Ja, die doet het al een tijd. Heeft hij wel eens gefloten? Kom op, man. Niet dat hij zelf weet. Nee. En waar was Bas het weekend? In de eerste divisie. En dit soort Hans Worsten laten ze Utrecht fluiten. Hij was VAR ergens volgens mij. En hij was vrijdag bij de Graafschap actief volgens mij. Dus Bas doet leuke dingen. En was vervolgens weer onbereikbaar. Maar goed, dat is Bas de laatste tijd wel vaker natuurlijk. Jazeker. Dat kan gebeuren. Jazeker.